Veel toeschouwers bij de training en een goede sfeer tijdens de rondo. Mede dankzij een Oscar-waardige Vernon Anita. Ook een nieuw gezicht op de training, A-junior Mitchell Dijks. Hij trainde voor het eerst mee. En de linksachter werd nauwlettend gevolgd door zijn grootste fan, Dijks senior. En die kon tevreden zijn over de verrichtingen van zijn zoon. Op de training ook nog een andere A-junior, Fabian Sporksleede. En die scoorde dit doelpunt. Op de training werd duidelijk dat Ejong Eno weer helemaal fit is. Voor Derek Boerichter komt de wedstrijd tegen de RKC nog net te vroeg. Tijdens de partij vorm veel snelle combinaties en goede aanvallen. Zoals van de mannen in de oranje hesjes met Jansen, Dijks, Boerichter. Opnieuw Jansen, mooie paas op Özbeliç. Voorzet op Bulekin en die schuift er maar net naast. Dan de andere kant met Vertongen. Ebesilio. Op Jan Vertongen. Spectaculair Vertongen, maar Vermeer redt. Het ging over en weer. Nu weer oranje met Bulekin. Bulekin. Op Eriksen en doelpunt. Dan Lodero. Op Ebesilio. Voorzet op Vertongen en die scoort nu wel. Theo Jansen op Bulekin. En Sillissen kan die bal niet uit het net boksen. En dan de Rus. De Rus met een kanonskogel in de kruising. Wat een doelpunt. Schitterend einde van deze partij. Wie weet zondag weer als Ajax het in de arena opneemt tegen RKC.